Yo, hey, zit, je uploadt wel te weinig video's. Waar zijn die dagelijkse video's? Shut the fuck up! Ik doe mijn best, oké? Ja, maar hey, zit, waar is de breakfast van de dag? Dan we doen toch ons best? En jij doet dat nooit in je video's? Dit is de breakfast van de dag. Fucking awesome. Hey, super chill. Het is een heel verhaal. I love this. Wow. This is amazing. This is super cool. Breakfast van de dag. Super awesome. Ik wil een shout-out doen aan de maker, maar ik vind haar naam nergens. Yay! Oké, dus vandaag ga ik een video maken over een misschien iets wat gevoeliger onderwerp. Het is nog eens tijd voor een serieuze video. Om de zoveel tijd moet ik eens een serieuze video maken. Oké, nu moet ik echt stoppen met zeveren. Er is niks serieus aan deze video. Fuck serieuze video's. I'm done with that shit. Het is gewoon weer een van die video's die je bij de lijst kan zetten van video's waarnaar ik kijk en ja, die ik niet snap. Maar als je mama binnenkomt, verzet al snel je computer naar porno, want dat is beter uit te leggen. Woehoe, goeie comment. Ik ging stuk. Vandaag gaan we praten over girlfriends, aka vriendinnetjes. Als je deze video kijkt, je hebt een relatie. Super cool, hè? Kijk gewoon verder, like de video en we gaan eraan beginnen. Let's go! Ik ga jullie even een hele leuke situatie zetten. Er is een feest, fucking vet feest. Je belt je vriend op. Je zegt van, yo man, ja, vanavond is er weer een nice feestje. Tuurlijk kom je ook, je komt ook. Ik bedoel, je komt gewoon. Oké, maar kom je vanavond naar het feest? We gaan helemaal doodzuipen. Dus je komt? Nee, sorry man, ik ben druk met mijn vriendin. Ik moet nog, we moeten nog samen naar televisie kijken en samen op het bed liggen. Shut the fuck up! Als je vrienden je vragen om te komen chillen, te zuipen en een goede tijd te hebben, dan doe je dat! Ga je daar naartoe? Over zo'n onderwerp is er niet eens discussie mogelijk. Je doet dat. We zijn geen fucking 21. We zijn 16 of 15 of jonger of misschien ouder. Maar onthoud dit. Van je hele leven ben je misschien 10 seconden jong. 10 seconden van je leven is je jeugd. Verspel die tijd niet aan, ik weet niet, relaties of zo. Maar eis het, ik ben echt verliefd op een jongen en we zijn alle twee 14 jaar. Oh my god, ik moet naar de dokter. Ik heb net elke ziekte gekregen die je maar kan hebben. Ik voel gewoon de virussen naar mijn hersenen gaan en ik voel dat ik hier ga flow. Yo, ik leef nog. Alles is oké. Nee, maar serieus, het verbaast me steeds meer en meer hoeveel jongens er gewoon aan de leiband hangen bij een vriendin. Als dat meisje zegt, yo, skip nu al je vrienden en kom naar mij. Maar de dudes die dat echt gaan doen. Ik voel het weer, ze komen weer, ze komen. Oh my god. Die was close. Maar hey, zit, je gaat dat ooit wel snappen. Dat er belangrijkere dingen zijn dan dom doen met je vrienden. Nu echt niet. Op dit moment van mijn leven wil ik domme fucking dingen doen met mijn vrienden. Maar als je nu al veel te serieus gaat leven, dan heb je later geen één fuck om mee te lachen. Want doe nu even serieus. Als je je ouders of je oma's hoort praten over dingen, dan gaat het meestal over hoe goed een jeugd was. Dat betekent dat alles na de jeugd gewoon saaie kut shit is. Dus geniet van die 10 seconden. Dat is het enige wat ik kan zeggen. Ik heb zelf misschien ooit eens iets gehad dat wel leek op een relatie. Dus lang geleden. Ik weet niet zelf. En dat was gedaan omdat ik geen fuck gaf. Maar ik ben ook maar 11 in mijn hoofd hoor. Ik ben 11 of 12. I don't fucking know. Maar meisjes, jullie moeten stoppen met denken dat elke jongen geen fuck om jullie geeft. Dat is wel zo als je relatie hebt dan. Geef die jongen wel een fuck, maar snap dat als je een meisje bent en je hebt een relatie met die jongen. Die jongen wil iets doen met zijn vrienden. Laat hem dan iets doen met zijn vrienden. Er zijn 7 dagen in de week, 3 dagen weekend, 4 dagen geen weekend. Meer dan genoeg tijd om leuke dingen te doen. Hey, zit, alles wat jij zegt is ook complete bullshit hoor. Je lult gewoon typische puber dingen. Oké. Shut the fuck up! Ik heb een goed leven, ik heb goede vrienden, ik chill veel, ik verspil geen tijd aan dingen waar ik geen tijd aan wil verspillen. En kijk, laat me even zeggen, ik maak deze video deels om mensen een beetje in te lichten over het feit van dat het zo kan zijn. Ik heb zelf ook eens even gewoon alles gedaan voor een meisje. Gewoon echt als ze zei van, yo, kom nog heen, yo, do. Je hebt daar niks aan. Why the fuck would you do that, man? Zou je dat allemaal doen for some good pussy? Misschien had ik dat beter niet gezegd. Jullie snappen mijn punt. Waarschijnlijk niet. Ik heb het toch vertaald. Sick haar. Wow. I love this hair. Ik kan alles doen met mijn haar wat ik wil. Ik kan niks doen met mijn haar. Het is kut haar. Yes. Skip meisjes. Zodat je meer tijd hebt om naar mijn video's te kijken. Lees het out. Zeker duimpje omhoog. Yo. Tot de volgende keer, dames en heren. Blij, blij. Bloe, bloe.